Welkom bij alweer de laatste vlog over de human body draaien. Zoals jullie zien is het echt ijskoud buiten. Dus daar heb ik heel veel zin om te gaan de human body draaien ook te gaan proberen. Dus dat ga ik zomaar eens even doen. Het is echt heel koud. Zoals jullie zien is de human body draaien geïnstalleerd. En mijn begeleider zei vanmorgen tegen mij, goh, wat heb jij je spieren toch stijf. Dus nu wil ik zelf ook wel eens even zien wat dat voor mij als meerwaarde heeft. Mijn begeleider Thijs gaat mij nu optillen en op de bank aanleggen, want we hebben geen tilmat bij de hand. Inmiddels hebben we de bodydraaier in gebruik. Nou, wij zijn er onwijs blij mee. We merken bij Claudia echt dat het heel wat doet. Na het douchen is ze echt heel gespannen en je ziet gewoon tijdens dat hij aanstaat de armen zakken, het hoofd zakt neer. Het is echt die ontspanning die het haar geeft. Er zijn andere cliënten die er ook onwijs van genieten. Sommigen dan vraag je van wil je onder de föhn? Krijg je gelijk een volmondige ja. Ja, wij zijn er gewoon heel blij mee voor heel veel cliënten bij ons. Er zijn zelfs al groepen geweest die bij ons even wilden kijken van wat het nou was, hoe het werkt en onze ervaringen te horen. En ja, eigenlijk kunnen we alleen maar zeggen dat wij er onwijs blij mee zijn. Dankjewel. Ik vond het wel heel lekker warm. En ik kan me voorstellen dat Claudia en andere bewoners hier echt wel profijt van hebben.